Ik dacht dat jullie al weg waren. Anne, het is 7:55. Wat doe je allemaal? Mag ik je scheerapparaat? Nee, laat een baard staan. Dat is trendy. Het brood is op. Ja, ik kan niet alles tegelijk, ja. Oh, sorry hoor. Ben, lijk ik op een vuilnisman? Nee. Maar je bent 's morgens nooit op je best. Rudy, wassen, aankleden. Ja, zij is in de badkamer. Wie is zij? Spiderwoman? Ze scheert haar oksels. Godverdamme. Anne, kom uit die badkamer en blijf van mijn spullen af. Ik heb haar onder mijn armen. Doe er een strik in. Ik ga wel. Son, we zijn een beetje laat. Anne heeft het haar onder de oksels ontdekt. Nou, dat zal ze nog wel op meer plaatsen ontdekken. Goedemorgen, Ben. Hey, Son. Hoe zie jij er goed uit? Jij ook hoor, schat. Ik ben zo klaar. Niet goed geslapen, zeker? Hoezo? Nee. Vrouwelijke intuïtie. Heb ik iets gemist? Ik ga. Ik moet nog een gijzer repareren. Of heb ik iets gemist? Dag, Ben. Ben alweer. Dag, jongens. Doe wat je moeder zegt. Dat doe ik ook altijd. Vertel. Ik was gisteravond in die nieuwe... Ik kan mijn tas niet vinden. Op je kamer. Jij vraagt om een blaasontsteking. Jees. Ik was bij moeder thuis. Je moeder is al 5 jaar dood? Nee, nee, die bar, die heet mijn moeder thuis. Oh. Het is niet wat je denkt, hoor. Het is een singles bar. Dat is precies wat ik denk. En dan hoef je me niet zo aan te kijken. Ik was echt niks van plan. Nee? Nee. Die zijn van noodgevallen. En hoe heette dit noodgeval? Wat? Heb jij die uit de wasmand gehaald? Ja. Ja, dat ziet toch niemand? Nou, ik wel. Wat groeit daar nou? Een paddel. Kijk eens, Son. Mijn zoon kweekt paddo's. Mam. Kan je geld voor vragen, joh? Anne! We komen te laat. Ja, het kan echt niks schelen, hoor. We hebben biologie. We zijn bezig met voortplanting. Daar mag je geen seconde van missen. Ik mis niks, hoor. Mijn kamer kijkt uit op jouw slaapkamer. Anne, we gaan. Nu! Ik wou dat ik een wees was. Ja. Dan moet je zorgen dat je als laatste doodgaat. Ha, ha, ha. Ja. Mijn vadertje doet de verwarming. Hij maakt er de boiler zo heet. En als het niet warm genoeg is, dan laat hij een keiharde scheet. Mama zegt dat hij ophoudt. Maar je scheet er niet, stoppen! Wat is er? Ik ga lopen. Oh, dan ga ik ook lopen. Nee. Nou, jullie doen maar hoor. Anne, niet blijven hangen. Ik wil niet dat je daar bij dat tuig... Mam! Ik wil niet dat je bij dat tuig in de fietsenstalling rondhangt. Jij begrijpt het niet. Jij begrijpt nooit wat. Ik heb niks aan jou. Sorry. Ach, joh. Ze meent het niet zo. Het is een kind. Het is mijn kind. Je hebt tenminste kinderen. Als je later een hulpeloos wrak bent, dan staan zij voor je klaar. Ja, ben ik jou zo bang voor. Nee, en niet weer. Is er een man in de buurt? Oh, hier heb je geen man voor nodig, hoor. Het is je feest, nare schatje. Trek je panty maar uit. Ik weet helemaal niks van auto's. Nou, ze zeggen niet voor niks dat vrouwen een gevaar op de weg zijn. Sorry. Oh. Kan ik helpen? Nee, nou graag. We komen er wel uit. Oké. Okay. Hey.
dat nou? Dat weet jij best. Meid, ik heb iets met leer. Ja, ik ook. Ik heb een leren bankstel. Hier. Dat is de gijzer. Absoluut. Kan ik ergens even bouten? Ja, natuurlijk. Daar. Het is wel een ouwetje, hè? Nou ja, u heeft er verstand van. Inderdaad. U verdient waarschijnlijk meer dan ik. Zeker weten. Wat verdient u nou zoal? Nou, toch wel gauw zo'n tonnetje of 3. Ah! Son, je moet die auto echt laten nakijken, hoor. Ik rijd er zo mee naar Maastricht. Oh, nou, ik duw je niet verder dan Utrecht. Ah, nou, in dat geval. Hoe laat is het? 3 voor. Ik ga vanavond wel weer naar die bar. Misschien sla ik wel een automonteur aan de haak. Zeg, heb jij zoetjes in mijn tas? Hé, hey, Son. Ja? Als jij nou... Als morgen zwakker wordt, hè, na zo'n vent. Voel je dan nooit, gebruikt? Als het goed is, wel. Die vent, hè? Die vent op die motorfiets. Als die... Ben dat een motorfiets? Vroeger. Ging ik altijd achterop. Ah, dat zie ik je nou niet meer doen. Nee, ik kan moeilijk op de Imperiaal gaan liggen. Was dat? Weet ik veel. Hé, hoe is het eigenlijk met Ben en jou? Prima. Ik bedoel met, Wat? Je weet wel. Nee. Jawel. Nee. Wel. Nee. Wel. Nee. Nou ja. Vorige week voelde ik nog een beetje geknabbel hier in mijn nek. Een knabbelaar. Oh, wat enig. Nee, niks zeggen. Hij begint met kusjes in je nek en dan bijt hij zachtjes in je oorlelletje en fluistert gekke dingen en dan gebeurt het. Ja. Dan belt er een vent op en zegt dat zijn boiler is ontploft. Toen hij terugkwam had hij geen zin meer. Nou, nu heb ik even geen zin meer. Kijk maar uit, Kees. Hij komt bij vrouwen thuis. Geen probleem. Ben draagt een geheim wapen tegen iedere vorm van opwinding. Wat dan? Zo'n onderbroek. Ga weg! Dan ken jij zijn onderbroeken niet. Hoop ik. Nou, ben je er klaar voor? Dan begint nu onze keiharde strijd om het dagelijks brood. Wacht even. Wat? Moet je nou horen? Geachte ouder, hierbij nodig ik u uit voor een gesprek met de rector op dinsdag aanstaande om 13:30. Aangezien er de laatste tijd wat vragen gerezen zijn omtrent het gedrag van uw dochter. Het is toch... Gaande verzoek ik u uw lunchpauze op te geven om als een gek naar de andere kant van de stad te racen en volkomen afgepeigerd te arriveren, aangezien ons dat geen reet kan schelen. Hoogachtend, A. Hitler. Hoe komt dat in je tas? Ik slaap met de postbode. Wilt u een kop koffie? Ah, lekker. En hoe staan de zaken? Oh, ik heb Harry weggestuurd voor een paar onderdelen. Ja, zonder onderdelen kan ik niks beginnen. Ik heb een vrije dag moeten nemen. Oh, ik heb een vrouw. Ik ook. Oh. Is dat er? Ja. Leuk, hoor. Ja. Nou, ik heb het ook getroffen. 17 jaar getrouwd en nog steeds 3 keer per week. Hij komt zo wel weer terug. Hallo! Ik krijg de deur van de plein niet open. Ja. Ik moet bij de rector zijn. Dat is deze deur. Ah. Je hebt niks te doen? Jawel. Daar krijg je kanker van, weet je dat? Moet je niet aan je huiswerk? En doe je hemd eens dicht. Kom. Althij! Goedemiddag, ik ben mevrouw Hersteen. Ik ben een beetje laat, maar... Oh, zeker. Ik had de hoop al opgegeven. Ja, ik moet zo weer terug naar mijn werk. Neem je plaats. Je
Ja, u vraagt zich natuurlijk af waarom ik zo gekleed ben. Ik ben de man van La Mancha. Ach, kijk aan. Kostuumreptitie over een half uur in de aula. Ja, kunnen we even ter zake komen? Ik moet zo echt weer terug. Ja. Mevrouw Heister, wat vindt u van uw dochter Anne? Normaal kind. Ja, helaas, wij vinden haar brutaal, dwars en volstrekt ongeïnteresseerd. Dat zeg ik, een normaal kind. Wij eisen namelijk voor onze leerling dat ze respect hebben voor het werk wat wij verrichten. Ik bedoel, het mag nu onbelangrijk lijken, maar de wetenschap dat de som van twee rechthoekzijden gelijk is aan het kwadraat van de hypotenusa, kan namelijk later van pas komen. Maar dat is uw afdeling, hoor. Mijn afdeling is thuis. Nee. Zo simpel ligt het niet, mevrouw Heister. Audrey! Ah, daar is de klasleraar. Dag, mevrouw. Mevrouw Heister. Ach, meneer. Hebt u de brieven, meneer Kamstra? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Morgenochtend kan mijn dochter niet op school verschijnen. Ze moet naar de tandarts. Hierbij deel ik u mee dat Anne ernstig ziek is en vanmiddag naar de dokter moet. Helaas is gisteren mijn man overleden. U zult begrijpen dat Anne vanmiddag niet op school kan verschijnen. Allemaal leugens. Ja, gelukkig wel, ja. Mevrouw, Anna richt zich uitsluitend op jongens. Oh. Wij denken dat ze een verkeerd vriendje heeft. Nou, doe er dan wat aan. Mevrouw, onze verantwoordelijkheid houdt op buiten deze muren. Hou er nou binnen. Ik breng haar wel. U moet gewoon zorgen dat die deur dicht blijft. Wij zijn hier niet bij vrouwenvleugel, mevrouw. Dat is dan jammer. We hebben wel wat anders aan ons hoofd. Ja, dat zie ik, ja. Oké, ik begrijp dat het weer allemaal op mij neerkomt. Zoals altijd. Ik zal u eens wat zeggen, heren. U hebt maar te zorgen dat u beter werk aflevert. Anders sta ik niet in voor de gevolgen. En u wil ik hier niet meer zien, tenzij daar een zeer goede reden voor is. Is dat duidelijk? Ja, mevrouw. En de som van de kwadraten van twee rechthoekzijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa. En dit is de eerste keer dat ik daar in mijn leven wat aan heb. Mijn pieper. Heb je niks? Nee, ben je gek? Ik val de hele tijd. Ja, maar we kunnen zo echt niet doorgaan. Hè? Straks gaan de mensen nog wat denken. Wat zijn we van plan? Jezus, lijkt wel een politiestaat. Eet jij wel genoeg fruit, jongen? Dit is Magnum. En ik ben de vrouw die jou het huis uitgooit. Aangenaam.
Mam! Geen gemam. Moet hij wel niet denken? Iemand die naar een ijsje is genoemd, kan niet denken. Kom jij eens naar beneden. Nee! Anne, ik waarschuw je. Ik weet dat jij denkt dat ik hier de huishoudster ben, maar ik ben ook een mens. Ik heb ook gevoel. Heb je enig idee wat ik allemaal vandaag... Sorry. Kom eens bij. Ik ben naar school geweest. Oh? Mijn man is gisteren overleden. Die ging wel ver, hè? Hebben we dat nou allemaal aan Campina te danken? Magnum. Niet echt mijn type, hè? Ja, ik weet niet wat jouw type is, schat. Het is... Iedereen heeft al verkeringen. Anders val ik zo uit de toon. Wat doen jullie dan zo 's middags? Winkels kijken. Hij wil een motorfiets. Een motorfiets? Ja. Weet je wel hoe gevaarlijk die dingen zijn? Nee. Motorrijders vallen altijd en onder dat pak hebben ze helemaal niks. Vertel eens wat over dat ijsje. Magnum. Magnum, sorry. Hij heet eigenlijk niet echt Magnum. Oh nee? Hij heet eigenlijk Bert. Echt ontzettend stom. Vind je hem leuk? Gaat wel. Vindt hij jou leuk? Hij vindt meisjes leuk die een motorfiets leuk vinden. En vind je motorfietsen leuk? Je hoeft het er niet zo dik bovenop te leggen, mam. Oh, schat, ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Je bent oud en wijs genoeg om dat zelf te beslissen. Maar ik wil geen smoesjes meer. Waarop denk je dat mijn huwelijk gebaseerd is? Nou... Ja, los daarvan. Ons huwelijk is gebaseerd op wederzijds respect. Op eerlijkheid boven alles. En nu jij volwassen begint te worden, verwacht ik van jou hetzelfde. Hm? Oké. Okay. Dus je kruipt niet op zo'n gevaarlijk ding. Oké. En dat geldt ook voor een motorfiets. Je bent eigenlijk niet zo'n erge trut, weet je dat? Oh. Nou, voor een moeder moet je rekenen. Hallo? Met mij! Hadi mij. Wat een klote dag. Ik dacht dat ik gek werd. De hele bodem die moest uit elkaar. En toen had ik die onderdelen niet. En nou, het was klaar. Wat een klant. Ze draaien anders leuke muziek. Ja, ik sta inderdaad even in een café, want dat was hier vlak naast de deur. En Harry, die wou absoluut wat drinken. Je weet hoe dat gaat. Ja, ik weet het. Dus we drinken er één en dan gaan we heen, oké? Hé, waar is het? Ik wil er ook wel even uit. Dan halen we even wat bij de Chinees. Nee, doe dat maar niet. Wat een hele foute tent. Hoe heet het? Mijn moeder thuis. Met zoiets helemaal vol met foute mannen. Dus niks voor jou. Oh. Oké. Oké, liefie. Tot zo dan, hè. Doei. Tot zo. Anne, ik ben even weg. Jij bent de baas. Oké, waar ga je heen? Ik heb wat laten liggen in de winkel. Rudy! Ik ben de baas. Sonja! Weet jij waar Ben is? Oh, hij was hier wel, ja. Is er iets? Ik wou hem verrassen. Och, hij schrok zich al lam toen hij mij zag. Dat zal wel, ja. Waar is hij nu? Weg. Hij had er geen idee van dat het de singlesbar was. Dus hij wist niet hoe snel hij weer naar buiten moest. Ja, joh. Die heeft thuis een high-bye zitten. Nou, dit is Robbie. En ik ben de high-bye. Ik bedoel er verder niks mee, hoor. Maar als ik later ooit ga trouwen, dan ben ik de baas in huis. Goed zo, jongen. Ja, logisch, toch? Jullie hebben gewoon minder hersens.
Nou, ik hoop dat het een goede monteur is. Ik ga er eerst vandoor. En je bent net binnen. Ja, jammer hè. Maar zo'n baarmoeder is echt een psychische handicap. Wil je een lift? Nou, wat zal het zijn? Mosterd of mayo? Nou, doen we allebei. Hé, hey, dat is pas leven. Rutte. Niet erop douwen. Bedoel je... Zo. Jees. Dat is pas onbeschaafd. Hou je kop toch. Zo. Heeft mama die brief nog gevonden die ik in de tas had gestopt? En? Niks. Ze heeft het geregeld.